En we blijven nog even onderdak, want we gaan verder met korfbal. TOS 46 uit Nijenveen had een flitsende start van dit seizoen. Maar na de kerst kwam er behoorlijk de klad in. De laatste twee wedstrijden leverden slechts één punt op. En TOS 46 staat nu op een gedeelde tweede plaats in de hoofdklasse B. Gisteravond kregen ze bezoek van DVO uit Bennekom. Een verslag van Wim Plekkepol. Veel spanning vooraf in Nijenveen, ook bij coach Herman van Gunst. Ik denk dat het een verrek spannende wedstrijd wordt. Een redelijke fysiek zware wedstrijd. We hebben gisteravond goed getraind, dus ik denk dat we wel een scherpe TOS 46 in het veld zien. Maar het begin liep echter stroef. TOS 46 in het rood creëerde te weinig kansen en mocht blij zijn dat DVO deelde in de malaise. Hier mist men een van de drie vrije ballen in het begin. Het duurde ook ruim 7 minuten voordat TOS de score opende. Dit is het vak met aanvoerder Daniel Hulsebos. Hij gaf het goede voorbeeld 1-0. DVO, dat vorige week nog koploper PKC versloeg, kon even bijblijven. Hier veroorzaakt Harold Lucas een strafworp. En de weer teruggekeerde Jos Rozenboom zou geen probleem hebben met deze score. Na 8 minuten staat het nu 1-1. TOS speelde daarna geconcentreerd met Jeanette Wanningen en Harold Lucas onder de korf. En vooral deze man was heel erg sterk. Bart-Jan Scheenstra, hij zou een hoofdrol vervullen, maakt hier 2-1. Ook het andere vak, nu met André Kuipers gekoppeld aan Daniel Hulsebos, speelde goed. International Kuipers, 4-1. En gedurende de eerste helft bouwde TOS die voorsprong gestaag uit. Via 6-2, 7-3... is het hier opnieuw Daniel Hulsebos, 9-4. DVO die strijdt nog voor een plaats bij de eerste 5, rechtgevend op die Super League volgend jaar. En krijgt hier een cadeautje, José Verbeek, 9-5, met nog enkele seconden te spelen. En dan tekenend voor TOS, onder het motto, we gaan ervoor, in die slotseconde, Bart-Jan Scheenstra zijn 6e treffer en een ruststand van 10-5. En alhoewel het vaker is voorgekomen dat de Nijenveeners een voorsprong weggeven deze competitie, bleef men dit keer makkelijk scoren. Bart-Jan Scheenstra, 11-5. Een prima ondersteunend werk van Sabine Bijvank en Grietje Wagenaar stelt André Kuipers in staat 12-5 te scoren. Ja, en dan kun je bijna spreken van een gelopen wedstrijd. En zoals gezegd, een scorende hoofdrol voor Bart-Jan Scheenstra. Hij zou uiteindelijk op 12 treffers uitkomen. Hier 15-8, halverwege de tweede helft. TOS wist dat meer vogels dan PKC had verloren. En zou dus bij winst alleen op de tweede plaats komen. Het laat slechts sporadisch verdedigend een steekje vallen. En zo'n steekje zie je hier. 16-10, Fanny Beukhoff. Maar verder rustig uitspelend die tweede helft. En dan ineens ook de dames scorend. Jeanette Wanningen, 16-10. Ja, en dan denk je andere internationals, Sabrina Bijvank, wat jij kunt, Jeanette, dat kan ik ook. 20-13. En voor de volledigheid ook nog maar even de laatste treffer tot 22-15 eindstand. Daniel Hulsebos, zijn 3e score. En super Bart-Jan, hij straalde. Ik kreeg vandaag gewoon goede ballen en iedereen had heel veel discipline en concentratie om de goede ballen te pakken. Ja, en dan speel je gewoon een lekkere wedstrijd en je begint ook lekker. En, nou ja, dan raak je in een soort roes, zeg maar, en dan vliegt elke bal erin. Dus dat is wel lekker.